ben Sigurd Gooi, scheikundeleraar bovenbouw HAVO VWO. En wat we vandaag gaan doen is kijken naar de PH en de POA. Nou, over de POA hoor je niet zoveel, maar dat hoort wel bij. We hebben gezien wat een zure oplossing is. Nou, een zure oplossing is gewoon water. En in dat water is een zuur opgelost. En wat heeft dat zuur gedaan? Dat zuur dat heeft H-plusjes afgestaan. En daardoor zijn er in zo'n zure oplossing veel H-plusjes. Dus in elke zure oplossing heb je veel H-plusjes. Een basische oplossing heb je gemaakt door een base in water op te lossen. En die base heeft een H-plusje afgetrokken van de watermolecuul, waardoor er OH-ionen ontstaan in het water. Dus in een basische oplossing heb je veel OH-ionen. En wat is er dan aan de hand met een neutrale oplossing? Een neutrale oplossing is niet zuur en niet basisch. Nou, een neutrale oplossing bevat evenveel H-plusjes als O-minnetjes. Dat zijn er heel weinig, maar ze hebben wel evenveel H-plusjes als O-minnetjes. Nou, om het voor jullie nou niet al te ingewikkeld te maken, in een zure oplossing zitten eigenlijk ook nog wel OH-minnen. Maar heel weinig OH-minnen. En in zijn algemeenheid moet ik eigenlijk zeggen, in water zitten altijd en H-plusjes en OH-minnetjes. Altijd. Maar in de zuuroplossing zitten heel veel H-plusjes, heel weinig OH-minnetjes. In een basisoplossing zitten heel veel OH-minnetjes, heel weinig H-plusjes. En in een neutrale oplossing heb je evenveel van beide, evenveel H-plusjes als OH-minnetjes. Nou weten wij dat wij eigenlijk de maat waarin een oplossing zuur of basis is, we eigenlijk altijd uitdrukken in een bepaald getalletje. En dat getalletje is de pH. Dat hebben we eigenlijk al geleerd in de tweede klas. Als je een zure oplossing hebt, dan kan je afvragen wat is de pH van die zure oplossing. En als je een basische oplossing hebt, dan kan je ook afvragen wat is de pH van die basische oplossing. Dus de pH geeft eigenlijk aan hoe basis of hoe zuur een oplossing is. Nou, de pH, ik heb het hier even op een schaal uitgetekend. De pH loopt, ik heb hier gezegd, van 0 tot 14. Maar een pH zou zelfs wel min 1 kunnen zijn. Of een pH zou ook wel eens 15 kunnen zijn. Dus aan die kant en die kant komt er eigenlijk nog iets meer bij. Je ziet, de pH kan zijn 1, maar kan natuurlijk ook zijn 1,1 of 1,12 of 3,13. Het hoeft niet alleen maar natuurlijk die 1 of 2 of 3 of 4 te zijn. Je kan alle waarden aannemen tussen de 0 en de 14, zeg maar. Als je evenveel H-plusjes als OH-minnetjes hebt, dan zeggen wij de oplossing is neutraal. En dan is de pH precies 7. Dus van elke neutrale oplossing is de pH precies 7. Een oplossing waarin meer H-plusjes zitten, dat noemen wij een zure oplossing, dan is de pH altijd kleiner dan 7. Kijk maar, je krijgt een zure oplossing. Het is een oplossing met pH is 3,43. Dat is een zure oplossing. Als de pH hoger is dan 7, dan hebben we te maken met een basisoplossing. Dus je hebt een pH van 10,12 of een 11,01, noem maar op. Dat zijn allemaal basisoplossingen. pH is 7, neutrale oplossing. Hoe lager, hoe zuurder. Een oplossing met pH is 1 is veel zuurder dan een oplossing met pH is 5,33 bijvoorbeeld. En hoe hoger de pH is, hoe meer boven de 7, hoe basischer de oplossing is. Dus de oplossing met pH is 13 is veel basischer dan een oplossing met pH is bijvoorbeeld 7,12. Je ziet, ik heb hier geschreven, als de oplossing een pH heeft lager dan 7, dan hebben we te maken eigenlijk met al die H-plusjes die in de zure oplossing zitten. En als de pH hoger is dan 7, dan heb je een oplossing waarin meer OH-ionen zitten. Nou, als je nou een pH gaat bepalen,
de pH zegt iets over hoeveel H-plusjes eigenlijk in die oplossing zitten. En als je een zure oplossing hebt, dan heb je meer H-plusjes. Dus wat doen we dan? Dan berekenen we de pH. Dat komt in het volgende filmpje komt het naar voren. Dan ga ik jullie uitleggen hoe je de pH moet uitrekenen. Nou, als we een zure oplossing hebben, dan weet je, dan heb je meer H-plusjes dan OH-minnetjes. De OH-minnetjes verwaarlozen we eigenlijk. Hoe berekenen we dan de pH? Die berekenen we uit de H-plus-ionen. Dus daar gaan we in het volgende filmpje naar kijken. Heb je een basisoplossing? Daar heb je veel OH-minionen in. En als je de OH-minionen weet, je weet hoeveel OH-minnen er precies in zitten, dan kan je een pOH uitrekenen. Net zoals je uit de H-plus-concentratie de pH kan uitrekenen, kan je uit de OH-min-concentratie de pOH uitrekenen. Dus in een basisoplossing kijken we eigenlijk altijd naar de OH-minionen. Uit de hoeveelheid OH-minionen van de basisoplossing kunnen wij de pOH uitrekenen. Dat gaan we in het volgende filmpje zien. Als je een zure oplossing hebt, dan gaan we kijken naar de H-plus-ionen. En uit die H-plus-ionen kunnen we dan de pH uitrekenen. Maar ja, zeg je dan, oké, dan zou ik dus van een basisoplossing oplossing de pOH weten. Maar als ik nou de pH wil weten, moet dat dan? Nou, daar heb ik een hele eenvoudige formule voor. De pH en de pOH is bij elkaar altijd 14. Dus stel, ik heb een oplossing met pOH is 11, dan weet ik de pOH van die oplossing. Wat is dan de pH van diezelfde oplossing? Die is dan 3. Want 11 plus 3 is 14. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je van elke oplossing zowel de pH kan bepalen als de pOH. Kijk maar eens. Als bijvoorbeeld de pOH van een oplossing, ik noem maar eens de pOH is bijvoorbeeld 4. Wat is dan de pH? pOH is 4. Dan moet de pH moet zijn 10. 4 plus 10 is 14. Een oplossing met pH. Ik heb hier alleen maar de pH staan natuurlijk. Stel ik heb een oplossing met pH is 11. Je weet dat is een basische oplossing. Want de pH is hoger dan 7. Dus ik heb een oplossing met pH is 11. Wat zou dan de pOH van diezelfde oplossing zijn? Die moet natuurlijk 3 zijn. 11 plus 3 is 14. Ik heb een oplossing met pH is 13. Wat is dan de pOH? Moet natuurlijk 1 zijn. 13 plus 1 is 14. Dus van elke oplossing kan je zowel de pH en de pOH bepalen. En die moet van één oplossing altijd bij elkaar 14 zijn. Nou is het over het algemeen zo dat je eigenlijk altijd over de pH van een oplossing spreekt. He, dus we spreken bij een basisoplossing, zeggen we eigenlijk wat de pH. pH is bijvoorbeeld 10. Dan weten we dat het een basisoplossing is. Alleen bij het berekenen hebben we vaak de pOH nodig. Nou, daar gaan we de volgende keer naar kijken. En dan gaan we kijken hoe we het kunnen berekenen. Ik zie jullie dan weer de volgende keer.